Bo Schepkes, vanavond stond de eerste wedstrijd in de eerste nationale op het programma. Jullie ontvingen met Moldavo de belofte van Anderlecht. Er was veel volk opgekomen, hè? Ja, ze hadden de match speciaal s'avonds gezet, zodat er veel volk gekomen is. En er is heel veel volk naartoe gekomen. Ja, voel je dat op het veld? Ja, de supporters zijn wat heviger dan anders. Dus, ja. Ja. De match zelf, het blijft een half uur gesloten en dan komen jullie op voorsprong, hè, met een mooie goal. Ja, Steffi schiet hem lekker binnen vanaf de backline, dus ik denk dat we goed gespeeld hebben. Tot het half uur waren er niet veel kansen voor beide ploegen en dan komt die bal en ze schiet hem goed binnen, dus dat was mooi. En dan in de rust, hoe gaan jullie gaan de rust in met 1-0? Wat zegt de trainer dan? Ja, we stonden goed op het veld, dus de trainer was tevreden. Hij zei gewoon, kom scherp uit die kleedkamer en dat hebben we wel gedaan, denk ik. Ja. Jij krijgt wel veel fouten te verduren, hè, vooraan. Ja, ik heb een paar tikken gehad, dus ik ga het wel weten morgen, denk ik. Maar je staat altijd terug recht? Ja, dat moet. Ja. Hoe zie je zelf dit tweede seizoen nu met Moldavo in eerste klasse? Ik denk dat we een goede voorbereiding gehad hebben. En ik denk dat we een goed seizoen tegemoet gaan. Mm-hmm. Dus komt goed, denk ik. En wat is de doelstelling? Ik zou graag top 4, top 3 eindigen dit seizoen. Mm-hmm. Omdat we vorig jaar top 5 geëindigd zijn, zou dat eigenlijk moeten lukken met deze ploeg. Dus. Ja. En jij ook een aantal doelpunten maken, meer dan vorig jaar eventueel? Of? Ja, dat gaan we zien. Hè. Ik hoop er meer te maken, maar dat zullen we in de loop van het seizoen wel zien. Ja. Oké, ik dank je. Veel succes. Dank je wel. Dag. Dankjewel.